De laatste vraag, mevrouw de voorzitter, gaat over de bussen. Hoe kan het zijn dat als er site letters zijn geweest waarin afspraken worden gemaakt tussen Keolis en BID, het bedrijf dat de bussen dan levert, betekent dat er twee mensen zijn, twee verschillende bedrijven die afspraken maken. Als die allebei fraude plegen, zijn er dus ook twee schuldig. Hoe kan het dan dat de gedeputeerde in zijn beantwoording op onze schriftelijke vragen zet: nee, we gaan alleen Keolis straffen en de Chinese bussen blijven buiten schot. Sterker nog, de Chinese bussen worden voorgeschreven voor de volgende concessies. Dat betekent dat als die Chinezen ons hier in Overijssel hebben opgelicht, ze worden beloond voor die oplichterij. Dat kan niet de bedoeling zijn. Dus graag een antwoord van de gedeputeerde. Dank u wel. Op uw derde vraag, die gaat over de Chinese bussen. Zoals u weet is het vervoerbedrijf primair die de bussen heeft aangeschaft. Die komen nu in Nederland om nu te voorkomen. De bussen nu moesten we op grond van de concessie ook doorleveren, ook als Keoli wel de 10 jaar had volgemaakt. Maar ook bij het intrekken van de gunning is het heel erg, vrijwel zeker juridisch gezien, dat we hadden moeten verplichten dat de opvolgende in de noodconcessie met die bussen ging rijden. Nou, dat maakt het, dat het geen vrije keuze is, maar dat Keoli nu met deze bussen de noodconcessie gaat bedienen. Ja, de gedeputeerde draait er een beetje omheen, maar de Chinezen hebben die site letters dus mede ondertekend. Kan de gedeputeerde dan zeggen waarom de Chinezen worden beloond voor de oplichterij? Waarom zeggen we niet een streep door die Chinese bussen? Laat ze lekker rondjes rijden in Peking, maar niet hier in Overijssel. We hebben een nieuwe aanbesteding en we gaan opnieuw zorgen dat we daar andere bussen voor gaan aanschaffen, namelijk Nederlandse bussen. Waarom doen we dat niet, voorzitter? We hebben echt nu investeringen nodig in onze eigen ondernemers, eigen banen en eigen werkgelegenheid. En dat we dan zeggen dat we Chinese bussen hier laten rijden van mensen die ons hebben opgelicht, dat is echt gewoon schandalig.